De brug te Peking-Saramaka in het Matawai-gebied is vandaag technisch opgeleverd. Dit bevestigde districtscommissaris Walter Bonjanski in een gesprek met de redactie. De burgervader is heel opgelucht dat de bewoners van 7 dorpen in het Matawai-gebied weer toegang hebben tot hun leefgebieden. Vorig jaar, oktober, die precies wajari, die abroki voor Peking-Saramaka be brong. En voordat Abroki weer verkeer in een slechte situatie, en de beelden dat, ik denk dat maar een beetje de beelden dat al lang ging, maar dat bakken dat Abroki kon brengen. En zo een gemeenschap, samen met de districtscommissaris, met moeite, dat ik I am Gold naar Roosevelt, want dan de I am Gold Mora, de Sijing Roosevelt, hoe dat ik naar ding en hoe ik we kon doen alle moeite dat het project kon heel goed voetbouwen aan Brokje. En die een technische oplevering van de plaats. Het is alweer bij mijn BBD naar vergadering. Dat, dus een technische oplevering van Brokje van de plaats. Die en Minosha Brokje eten bakken daar rondaf, maar meer het nou mooi Brokje, de man meke mooi. Bonjanski vraagt de lokale bevolking om zuinig om te gaan met de brug. Hij stelt dat er een maximum gewicht vastgesteld is om behoud van de brug te garanderen. En ik hoop dat de gemeenschap de tevreden is. Want de echt is maar de onbeheerbare situatie dat we in het binnenland. Want via Abroki dat we gaan naar het dorp. Maar ze hebben van Abroki dat we niet meer gaan naar het dorp. Of we moeten gaan via boto of een passie die hebben kostmoro langer. En maar ik ben toevallig dat die de technische oplevering van de plaats, officiële opening moest van de plaats eten. Maar dat heeft alles aan de gang in november, dat moest van de plaats. Maar want het projecten die een gemeenschap naar Roosevelt die bij de bezig heeft voor in de voordorpen dat is. Zoals een drinkwaterproject en een elektriciteitsproject. Dus gezamenlijk door, want ik ben 3 projecten in Wang voor de opening. De brug heeft toegang tot 7 dorpen: Misalibi, Nieuw Jacob Kondre, Baling, Bilawatra Kwata Ede, Makaya Pingo en Pakapaka. Oyaski geeft aan dat de situatie bij de brug zodanig slecht was dat de bewoners van de dorpen geen toegang hadden tot hun leefgebieden.